Wat lief. Kijk, Roni ziet deze weer. Oh, wat leuk. Ze zag haar eventjes naar haar hond. Even snuffelen. Nou, prima. Maar niet springen naar haar toe. Helemaal niks. Helemaal top. Lekker even met eten bezig met Kippie. Die heb ik heel lang in de marinade gehad. Ik heb hier eventjes een bidon. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. En het is vandaag maandag 10 januari 2022. Ja, ik loop dus nu alleen met die dame daar. En Ro, die loopt een stuk voor me. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Boodschappen doen bij de Aldiet. Ja, helemaal top. Kijk, en daar hebben we de Hoogvliet en daar hebben we de Basic Fit en hier hebben we Ro. Hi schat. Zeker. Hoezo schrikken? Hier is Ro. Okay. Ja. Daar schrik ik wel van. Ah, wel nee joh, wel nee. Kijk, minder betalen en toch alles in huis. Kijk, minder betalen voor het een dat het andere beste geteste product. Minder betalen omdat we de selectie topproducten groots inkopen. Ja, ja. Minder, ja, ja. Zeggen, niet betalen en toch alles in huis. Hoe zei je dat? Niet betalen en toch alles in huis. Ja, als dat zou ze kunnen, ja, dan zou het helemaal fijn wezen, ja. Gewoon het geld afschaffen. Hè? Geld afschaffen. Ja, precies. Gewoon lekker werken. Lekker je ding doen. Hé, ik zie een bekende. Sorry Alwin. Ja. Precies dat. Dat je bekende ziet, helemaal goed. Ja, precies dat. Ja. Zo, nou, we zijn weer bij de Aldi van de week ook al. Het is hier goedkoper dan waar dan ook. Zeg maar, alleen je moet toch wel weer op en op de prijzen letten. Maar, maakt niet uit, geeft niet. Hè? Anders koop je te veel. Ja. Dan ben je toch nog duur. Precies. Wou je nog van dat drinkspul? Ik heb nog een pak. Heb je nog een pak? Oké. Ja, ik denk, vraag het even aan je. Duty. Oh, wat lief. Kijk, Roni ziet deze weer. Oh, wat leuk. Is leuk. Ik kan je voer geven. Voer geven. En dan komt hij weer uit. Ja, is handig. Ja. Nee, is leuk. Maar we hebben net een bekende YouTuber gezien. Ook leuk. Ook top. Misschien hebben jullie hem al kunnen spotten. Net. Maar ik ga ook nog in zijn podcast komen. Dus. Ik ga even verder. Ja, ik ga even wat met jullie delen. Want dat vind ik gewoon leuk om te delen. Misschien dat jullie dat ook leuk vinden om dat ook te horen. Gisteren ging ik dus lopen met doofmonden. En de twee zusjes zijn eigenlijk altijd los. Bijna altijd bij mij dan. Maar gisteren ook op dat moment. Dus ik ga oversteken hier. Verder ook, ook weer even oversteken. En toen zag ik iemand lopen met een hondje. Dus ik zeg in één keer zachtjes hier komen. Maar hun luisteren op dat moment niet. Want dat was hun vriendje. Nou, leuk. En nou ja, toen heb ik diegene even de beste wensen gewenst hè, voor dit jaar. Nou, helemaal top. Dus, maar diegene... er gebeurt wat in dat lichaam. Maar, want diegene is zwanger. Dus dat is een dame. Maar oké, ik noem hem verder geen naam. Maar ja, ik denk, want Lofly die is heel graag springerig naar mensen die ze kent. Gisteren totaal niet. Niet springen, heel rustig. Ik vind het zo knap. Daar heeft ze ook gisteren behoorlijk wat knuffels voor gehad hoor. En complimenten echt, maar... Ik wou het gewoon even delen. Ja, weet je, dat en dat hoort er ook bij. Kijk, Lofly die vindt iedereen op dit moment weer leuk. Dat is, en dat is haar gewoon ja, haar en haar pubergedrag. Maar gisteren, ze zag haar eventjes naar haar hond. Even snuffelen, nou prima. Maar niet springen naar haar toe. Helemaal niks. Helemaal top. Ja, vind ik zo fijn. Dus ja, dat zei ze ook al. Ja, maar echt...
echt elke hond die ik tegenkom, die spreekt nou niet. Ja, maar dat, en dat zei ze zelf ook van, ja, maar honden voelen het, die ruiken het. Ja, maar dat klopt ook. Honden merken het, voelen het ook. En het is ook net hoe voed jij je eigen hond ook op. Dat zei ze ook van ja, dan heb je het wel heel goed gedaan. Want net zoals Beauty, die zou ook al lang en breed op gaan springen. Maar gisteren ook totaal niet. En ze gaat alleen snuffelen en ze loopt zowat straks zowat naast haar. Nou, voor Beauty. Oké, fijn. Maar ja, weet je, Ro en ik kennen haar. En Ro die was nog op dat moment thuis. Dus ja. En wat moet ik erover zeggen? Gewoon een dikke shout-out naar Lovely vanzelf, hè? Ja. Dus ja, dat wou ik even kwijt aan jullie. Dus dat. Het even opnemen is het vandaag 10 januari. Dit is even voor mijn dagboek. Ik heb even een paar dagen niet gefilmd. Nee, dat klopt. De pijn is aardig terug. Alleen ik heb de afgelopen 2 nachten gewoon op de bank gelegen, tv kijken, op de bank. Heel veel pijnscheuten gehad, maar ik wou niet Ro storen met zijn werk. Morgen 11 januari, 2:50 of 2:45, ergens rond die tijd moeten we bij het ziekenhuis wezen, gelukkig in de middag. Maar het is niet anders, dus het is gewoon even afwachten. En het is niet helemaal wat ik ervan had verwacht, zeg maar, dat dat gewoon weer zo terug zou komen. Dus op dit moment dat je dit ook ziet, ik heb pijn, maar ik hou me goed, zeg maar. Ik voel hem heel erg, maar ik weet hoe ik ermee om moet gaan, zeg maar. Maar soms is het gewoon onhoudbaar, het is gewoon dan niet meer leuk. En dat zei ik ook al tegen Ro, van ik voel me gewoon eigenlijk dit dubbel, 10 keer dubbel dit, zeg maar. Dus, en ik zal ook morgen tegen mijn arts zeggen dat als ik een pijnscore 10 geef, dat ik gewoon het ook een 10 heb en niet een 7. Dus hoe ga je inderdaad met medische en gegevens om? Dus ja, ik ga zo meteen ook Ro even proberen te interviewen. Ik zou dat vandaag of morgen doen, dus ik denk dat ik dat vandaag ga doen zometeen. Hij weet er ook van. Ik heb een aantal X-vragen voor hem gemaakt, heb ik op mijn oude telefoon. Dus die heb ik ook sowieso bij. Die moet ik even zometeen ook even nog opladen. Misschien dat jullie al wat vragen van mij horen. Maar dan hebben jullie die al gehoord. Denk ik. Ik weet even niet waar ik die 1, 2, 3 zo snel heb. Geen idee. Ik weet het niet. Nee, echt niet. Ik weet het echt totaal niet. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik weet dat ik hem heb. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon op mijn kanaal. En dan hou ik je gewoon op de hoogte. Ik zal niet elke dag filmen. Dat is eigenlijk wel de bedoeling voor een dagboek. Maar ik weet ongeveer hoe ik me voel. En als ik echt pijn heb, dan horen jullie me wel. Mits dat ik daar gewoon echt kracht voor heb. Want als ik daar geen kracht voor heb, dan snap jullie ook wel dat dat gewoon niet kan. En dat ik daarna wel weer op de lijn kom. Lekker even met eten bezig, met kippie. Die heb ik heel lang in de marinade gehad. Ik heb hier even een bidon. Yes. Dan heb ik hier Lady liggen. Daar draak hij. Wat zei je, schat? Maar heb je niet voor beeld staan? Hè? Wat? Je niet voor beeld staan. Hoezo? Je hebt er maar 2. Ik dacht van 3. Ja. Want? Want 3 zit er al aan. Maar dat is 3. Dus 1 en 3 namelijk. Nou ja, en dan moeten we dus een derde scherm erbij gaan kopen dan, hè? Je bent niet bezig genoeg. Of het scherm daar gewoon pakken. Nee. Het zit er ook op. Nee, je kunt het op de markt zetten. Ja, maar de koekoek. Nog eentje aanschaffen dan zo. Ja. Nee, gewoon zo 1, maar dan hiernaast. Maar dan moet hierop even kijken hoe lang die HDMI-kabels zijn. Anders heb ik beneden ook nog een HDMI-kabel. Maar die is in principe vanaf de kast tot daar goed genoeg. Ja, dan kun je op tv er ook nog op aansluiten. Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Kun je lekker een stuurtje er neerzetten. Lekker. Soundbarretje erbij. Bluetooth hier aanzetten. Daar. Ja, maar ik zag net ook en dat ik de Bluetooth speaker ook kan aansluiten op en op de Nest heb. Zag ik net in mijn dingest. Dat is helemaal leuk. Ja, dat is een mooie soundbar. Ja. Niet zomaar eentje. Nee, dat is toch wel nagedacht. Ja. Alles wat een beetje slim. Hey Google, ga mijn verlichting even op wit zetten. Ik heb je niet verstaan. Oké. Ah, kijk, dat is beter. Dank je. De PC naar wit. Ja.
In plaats die RGB LED nog wat stripverlichting, weet ik veel. Ja, al die kantjes daar neer. Ja, en dat is niet wat ik wil. Maar dat komt wel goed tot, en dat doe ik wel goed. Nee, Roos is even bezig om mijn setup weer even beter te zetten qua mijn mooie pendalen. Want mijn bureau is een beetje breed, toch? Is dat? Ja, breed, hè? Hallo? Het is niet breed, ja. Ja. Yes. En we hebben eventjes een filmpje opgenomen, hè schat? Ook dat nog, hè? En dat ging goed, hè? Dat ging goed, ja. Even kijken naar je beeldscherm. Hey, Wifi! En je bent een beetje zwart. Hey, Google, verander mijn verlichting eventjes op 100%. Nee joh, dat dacht ik al. Hey Google, doe mijn verlichting op 100%. Wat zo meteen. Stel de helderheid van de LED-strip PC in op 100%. Is dit 100%? Oké. Okay. En daar ligt Lady en de kip. Die... Ik zeg geen geel. Au, schat, dit doet zeer. Laat mij dat even doen, please. Au, wit. Dat had ik net. Nee, niet blauw, wit. Nee. Hey Google, doe mijn verlichting even op wit. Auw. Nee, niet doen. Dit is wit. Ja, maar dat is een hele andere wit. Dat is blauw-wit. Ja. Precies dat. Maar dan moeten we even kijken hoe duur dat eigenlijk is om een andere scherm erbij te zetten. Want dat zou wel technisch kunnen, want je hebt hem nou wel heel erg... Deze. HDMI. HDMI 2. Ja, dan zet ik deze weer kort. Ja. Identificeren. Scherm 1. Nou, die zit dus daar. En die kan echt... Die kant op. Identificeren. Twee. Dus dan moet ik hier de HDMI uittrekken. Ja. Oké. Okay. Nou, ik laat jou even lekker gaan, schat. En dan zie ik het zo meteen wel, ja? Ja. Veel klusplezier. Want dit is wel aan jou besteed. Een hele goede avond. Ja, ik zit weer lekker op bed. Dus dat betekent dat ik ga slapen. Dus vond je deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker dan niet te abonneren. Laat even een leuke reactie achter. Doe het duimpje omhoog. En doe het belletje aan, dan blijf je zeker op de hoogte. En even beneden even abonneren. Zeer zeker. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.